De Rabo-renners zijn weer terug naar hun trainingskamp in Spanje. Om 6:30 zitten zij weer voet op Nederlandse bodem. Wij vingen ze op en vroegen hun eerste reactie. Wat bijvoorbeeld Bauke Mollema is bijgebleven, zijn aandachtspunten. En rennerregisseur Adrie van Houwelingen legt uit hoe belangrijk een trainingskamp is en wat ze ervan hebben geleerd. Dat is dat de groep zeer homogeen is. We hebben in twee groepen getraind, een zogenaamde A- en een B-groep. Maar dat had meer met de trainingsomvang te maken en dat is een indeling geweest van de trainer. Maar in voorgaande jaren zagen we vaak dat de jongens echt bergop met name afvielen. En nu was die groep was echt homogeen. Geen uitschieters naar boven en niet naar beneden. Dus we hebben een zeer aan elkaar gewaagde groep. Ik denk dat ik nog wel veel moet leren op zich, omdat ik nog een jonge renner ben. En hier ook hebben een aantal oudere jongens hebben me ook wel wat tips gegeven. En verder. Wat voor tips? Wat neem je mee uit zo'n weekje? Ja, wat trainingstips. Hoe je traint, hoe intensief je soms rijdt. En ook dat je af en toe gewoon weet dat je je rust moet nemen. Het is belangrijk voor de jongere renners dat zij een goed beeld krijgen van de werkwijze binnen de ploeg. En het is ook belangrijk voor in zijn totaliteit omdat we nu in perfecte omstandigheden 10 dagen goed hebben kunnen trainen. Vaak is er wel iets wat dan zo'n weekje blijft hangen waar iedereen het wel over heeft. Wat was dat deze keer? Dat zal ik hier maar niet zeggen. Want, Waarom niet? Nee, dat gaat er. Over Tom lezen, maar dat hoeven de mensen thuis niet te weten. Iedereen die er voorzien was, was er ook. Maar na enkele dagen is Thomas Dekker vanwege zijn heupklachten is hij naar huis gegaan. En op het laatste moment, maar dat wisten we dus voordat we vertrokken, is Pieter Wening afgehaakt vanwege knieklachten. Kleine herstelperiode thuis. Volgende week hebben we nog voor de jongens die in België wonen 2 trainingsdagen. En dan gaan we naar Mallorca en daar beginnen de eerste wedstrijden. Ja, goed bevallen. Geslaagd trainingskamp. Wanneer is je eerste wedstrijd? Dat is Californië. Over 2,5 week gaan we daarheen, denk ik. Zie je er naar uit? Ja, zeker. Op zich, ik ben in het trainingskamp goed doorgekomen en ja, de vorm is op zich vrij goed al. Dus ik heb er wel zin in om daar mijn eerste wedstrijd aan de slag te gaan.